Alright, ik had letterlijk heel deze video gefilmd, geëdit, klaar om te posten. En ik heb hem per ongeluk verwijderd in mijn bestanden, waardoor hij overal verwijderd is. Ik vind hem niet meer terug. Dus ik moet eventjes opnieuw beginnen, maar ik ga de full input er terug insteken. Dat was eventjes niet de introductie die ik normaal maak, maar dat maakt niet uit. Dus welkom op een nieuwe video, everyone. Vandaag gaan we het hebben over... Ik dacht eerst een video te maken over hoe kan je in 2023 juiste doelen stellen. Maar je gaat er waarschijnlijk al zoveel zien dat ik dacht, waarom draai ik het niet even om? En ga ik jullie gewoon eventjes doorheen mijn doelen van 2022 halen, die ik allemaal heb bereikt, buiten één kleintje. Maar voor de rest heb ik alles bereikt dit jaar en zelfs mijn doelen overschreden. En ik dacht, ik ga jullie vandaag een beetje de insights meegeven van... hoe ik dat gedaan heb en welke tips ik jullie wil meegeven indien jullie zoiets hebben van weet je wat, ik wil eigenlijk wel mijn doel in 2023 eens echt serieus nemen en niet gewoon intenties stellen en ze dan niet doen, maar ik wil echt mijn leven veranderen in 2023. Er zijn echt doelen die ik wil behalen. Dat kan zijn op financieel vlak, op relatievlak, op persoonlijk vlak, op mentaal gezondheidsvlak, wat het ook is. Dus we gaan er samen in vliegen vandaag. Ik heb 5 heel effectieve tips voor jullie, dat als jullie die toepassen, zoals ik het heb gedaan, jullie er heel veel uit gaan halen. Het eerste wat ik jullie wil meegeven, als je van plan bent om doelen te stellen, en dat is dus ook wat ik gedaan heb het laatste jaar, is om iets realistischere doelen te stellen. En dit zal misschien niet de magische truc zijn waar jullie op gehoopt hebben, maar eigenlijk... geeft het uiteindelijk wel de magie waar je naar op zoek bent. Want wat ik heb gemerkt is, ik heb het laatste jaar, dus vorig januari, heb ik eens echt gedacht, nu ga ik eens echt uitdagende doelen stellen, maar doelen waarvan ik ook wel zoiets heb van, ik kan wel inzien hoe ik ze ga behalen, of dat het mogelijk is om ze te behalen. Misschien niet 100%, maar het is ook goed. Je hoeft niet per se elk doel direct te kunnen zien, want dan is het misschien iets te gemakkelijk. De bedoeling is wel dat je jezelf uitdaagt, maar je moet... Het allerbelangrijkste als je een doel stelt, is je moet de weg er naartoe wel kunnen zien. Als ik net afgestudeerd was of nog aan het studeren was en ik zou zeggen, oh, ik wil op 1 jaar tijd 1 miljoen euro verdienen. Ja, mooi om dat als doel te stellen, maar dat ga je niet bereiken of heel moeilijk bereiken. Want hoe in hemelsnaam raak je van geen job, geen nog maar net een diploma naar 1 miljoen euro? Je brein kan nog niet inzien wat dat betekent en dus ook de stappen daarnaartoe nog niet echt calculeren. Dus wat ik heb gedaan dit jaar is, ik heb doelen gesteld die heel erg buiten mijn comfortzone lagen en die misschien zelfs een klein beetje te ver gegrepen leken, maar die ik wel kon zien. In de zin van, ik kon wel inzien wat het betekende en op welke manier het haalbaar zou zijn als ik me er echt aan zet. En dat maakte dat ik enerzijds veel meer motivatie had om er echt aan te beginnen, omdat ik zoiets had van, I might just be able to do this en wauw, hoe leuk zou het zijn als het mij lukt. En dat leidt me eigenlijk ook tot stap 2, waar dat voor heeft gezorgd. Het stellen van iets realistischere doelen heeft er voor mij bij gezorgd dat ik veel meer heb gedaan dit jaar. Omdat die realistischere doelen, zoals ik al zei, ik de weg ernaartoe iets gemakkelijker kon zien, waardoor ik ook veel gemakkelijker de stappen kon opstellen die ik voor mezelf moest nemen. Wat ook wil zeggen dat ik uiteindelijk meer heb gedaan. Want als ik een doel had gesteld van 1 miljoen euro te verdienen, ja, dan had ik waarschijnlijk heel veel op mijn gat zitten nadenken over hoe moet ik dat in hemelsnaam bereiken. En niet heel veel actie ondernomen. Terwijl als ik een iets kleiner doel stel voor mezelf, en met iets bedoel ik wel een serieus lager doel voor mezelf, dan kan ik de stappen daar naartoe iets gemakkelijker zien. En heb ik ook meer zoiets van, kom, let's try it, let's do it. Let's go for it. En is het mij uiteindelijk ook gelukt om die doelen te behalen. Dus meer actie ondernemen in itself, als een gevolg misschien van realistischer doelen stellen, maar ook gewoon in het algemeen, daag jezelf uit om meer stappen te ondernemen naar je doelen toe en gewoon meer actie te ondernemen. De derde tip is om meer buiten je comfortzone te kruipen. Ik denk dat dit een van de dingen is die mij dit jaar vooral het meest geholpen heeft in het bereiken van mijn doelen, in de zin dat ik meer dingen heb gedaan waar ik misschien al lang van dacht dat ik ze zou doen, maar nooit het gevoel had dat ik ze kon doen. En dit jaar gewoon heb gezegd, kom, ik doe het gewoon. In de zin bijvoorbeeld van meer gaan netwerken, ook al kende ik niemand en ook al moest ik mezelf helemaal in een oncomfortabele situatie gaan smijten.
Dat wou misschien zeggen leren over te investeren en hoe ik moet investeren. Ook al is dat iets dat ik nooit heel aantrekkelijk vond om daarover te leren, maar toch gewoon te doen. Mijn boekhouding leren, al dat soort dingen. En ook als het neerkomt op bijvoorbeeld praktische zaken voor mijn bedrijf, voor mijn zaak, had ik enkele doelen die heel eng leken. In de zin dat ik me echt wel buiten mijn comfortzone van hier in mijn kamertje te zitten en mijn sessies te doen, meer naar de buitenwereld toe moest gaan verkopen en mezelf gaan voorstellen. En ik heb dat gewoon gedaan en het heeft mij mooie dingen opgeleverd waar ik ontzettend blij om ben. Maar dat was natuurlijk helemaal niet comfortabel, maar... True growth never comes inside of your comfort zone. Dat mogen jullie nooit vergeten. Dus het is het echt wel waard. Dan de vierde tip. Oh, dit is een hele belangrijke eigenlijk. Dit is misschien wel de belangrijkste tip die ik jullie kan meegeven in deze video. Een van de grootste dingen die ik dit jaar heb gedaan, is doorzetten als het echt heel moeilijk was. Want ik heb heel veel tegenslag gehad. Ik heb heel veel momenten gehad, vooral de eerste deel van het jaar, waar ik echt zoiets had van... Oh, het is te moeilijk. Ik wil gewoon opgeven. Ik wil stoppen. En een van de doelen was dan ook omdat ik dit jaar in september nu ben afgestudeerd. En ik was al een tijdje aan het werk. Een van de doelen was om volledig zelfstandig te kunnen zijn. Iets mooi op te bouwen voor mezelf. Dat ik echt gewoon helemaal fulltime met mijn coaching aan de slag kon. En het eerste helft van het jaar is het mij nog echt moeizaam geweest om ja, daar te geraken. En kon ik het... Soms wel zien, maar toch soms niet altijd. En weet ik nog dat ik zo vaak echt zo... Ik mocht aan mijn vriend vragen hoe vaak ik heb gezegd... Oh, ik stop ermee. Ik denk niet dat ik het nog wil doen. Ik wil ermee stoppen. Beetje dramatisch zo, een beetje slachtofferschap. Je kent het wel. Maar ik heb echt vaak zoiets gehad van... Oh, ik wil gewoon opgeven. En als ik dat op een van die momenten had gedaan, had ik nooit zo'n enorm succesvol tweede deel van het jaar gehad als ik het laatste half jaar heb gehad. En dat had ik mezelf ook nooit vergeven. Dus ik heb elke keer dat ik dat gevoel had, keihard doorgezet, het toch gewoon gedaan, blijven gaan. En uiteindelijk is het me gelukt en heb ik het laatste half jaar een prachtig succesvol half jaar gehad, waardoor ik nu heel zelfzeker gewoon verder kan met mijn coaching. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen tegenslag heb gehad. Het gaat erom dat als je die tegenslag hebt, dat je doorzet. Dat je bijna dubbel zo hard jezelf inzet en dubbel hard zegt van... Geef je één dag om even slachtoffer te zijn. Even zeggen, oh, ik zie het niet zitten. Maar de dag erna, verdubbel je inzet. En zeg, hoe kan ik het nog beter doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uit deze tegenslag groei? Dus doorzetten als het heel moeilijk wordt. En de vijfde tip is een leukere tool of een praktische tip. En dat heb ik dit jaar ontzettend veel gedaan. Dat heeft me ook heel veel geholpen. Is om echt veel met visualisatie aan de slag te gaan. Visualisatie is iets waar ik al wel vaak over heb verteld, vooral in mijn wet van aantrekkingskracht video's. Maar wat ik niet goed begreep aan visualisatie, of niet goed doorhad, en wat ik nu al veel beter begrijp, is... Visualisatie is niet een manier om magisch iets naar je toe te trekken altijd. Soms kan dat wel eens gebeuren. Maar dat is een misconceptie van de Law of Attraction. We denken, als we iets visualiseren, dan komt het vanzelf naar ons toe. Als je niet weet wat Law of Attraction is, misschien eventjes naar mijn andere afspeellijst gaan kijken van Law of Attraction. Maar de manier waarop visualisatie je kan helpen met het bereiken van je doelen, is dat als je consistent je inbeeldt hoe een doel eruit gaat zien en hoe je er naartoe kan geraken, gaat je brein is zo slim. Je brein heeft zoveel kracht in zich. En je brein gaat automatisch die kleine weggetjes beginnen zoeken. Allemaal onderbewust. Soms zijn we ons daar niet eens bewust van wat er dan juist gebeurt. Maar ineens hebben we een inzicht, een ingeving om een actie te ondernemen. Of iets te doen. Dat in lijn ligt met datgene wat we moeten doen om ons doel te bereiken. En plots ineens neem je stappen vooruit. En ik denk dat de meest gekke dingen die ik dit jaar... heb bereikt, allemaal komen van het op voorhand echt vaak te hebben ingebeeld in meditatie, met visualisatie. Dus probeer het eens. Pak 10 minuutjes in je dag om in stilte te gaan zitten op je meditatiekussen of in de zetel en je in te beelden hoe je wilt dat je leven eruit ziet. En dat kan dat zijn op korte termijn, dus in de dag zelf. Sorry, mijn batterij gaat uitvallen. Ik wou eventjes zien dat ik de video niet nog eens kwijt ben. Dus dan kan dat zijn ofwel in een korte visualisatie van hoe jouw dag of week eruit ziet, als je meer korte termijn doelen hebt. Maar het kan ook zijn op langere termijn, dat je echt ziet en
tijd neemt om je in te beelden waar je binnen 5 jaar wilt zijn en de ideale scenario te creëren en dat je jezelf daarin ziet bloeien, flourishen. Jullie weten wat ik bedoel, maar dat je een beeld creëert van waar je wilt zijn en hoe dat voelt en daar echt creatief mee bent. Bijna zoals je kind was en je deed alsof je in een droomwereld zat. Heb ik dit jaar heel veel gedaan. Niet om het zogezegd spontaan naar me toe te trekken, maar om mezelf enerzijds meer vertrouwen te geven dat het mogelijk is. Want als je het kan inbeelden, dan voel je ook meer van oké, dat is eigenlijk wel mogelijk. En ten tweede ook om gewoon mij veel gelukkiger te gaan voelen bij de doelen waar ik naartoe aan het streven was. Want zo vaak focussen we ons op de negatieve wat als. Dan gaan we ons inbeelden van, oh, was het niet lukt. Dan gaan we een heel beeld creëren van het negatieve. En dat we ons doelen niet halen. En dat we nergens gaan geraken in ons leven. Maar wat als je nu al die energie met het zorgen maken daarom zou steken in het inbeelden van het positieve. En er naar uitkijken en er echt naartoe gaan en stappen ondernemen. Heel uw leven en heel uw 2023 gaat er helemaal anders uitzien. Dat beloof ik jullie 100%. Zijn jullie klaar om finally echt eens te zeggen, ik neem mijn doel in mijn eigen handen. Ik wil echt eens een verandering maken het komende jaar. Of misschien zelfs in januari. Ik wil daar nu gewoon aan beginnen. Ik heb al bepaalde doelen waar ik al zo lang aan wil werken. En dat kan dat zijn mentale gezondheidsdoelen, maar ook financiële doelen, persoonlijke doelen, relatiedoelen. En je weet niet goed hoe exact je moet beginnen of je hebt de motivatie niet of dan ook. Stuur mij gewoon een berichtje via mijn website. Ik zet een link in de beschrijving voor een gratis intakegesprekje voor coaching. En dan kunnen we gewoon eens samen lekker kijken naar op welke manier ik jou misschien wel kan helpen. Want ik weet dat ik jullie hierbij kan helpen en ik kijk er naar uit om jullie hierbij te helpen. Dus twijfel niet, stuur mij een berichtje en dan kan je nog steeds vrijblijvend zien of je uiteindelijk met mij graag in coaching aan de slag wilt. Alright, ik bedank jullie heel hard voor het kijken van deze video. Ik hoop jullie graag terug te zien op een volgende video. Ik wens jullie een super fijn weekend en een dikke knuffel. Ciao!